Daily Minutes nummer 1491 met een uitzending voor vandaag 7 december 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. Gisteren geen uitzending omdat ik me tot net voor de uitzending verslapen had. Ik heb ook al de hele week telkens terugkerende griepverschijnsel alweer, waardoor ik gisteren mijn stem grotendeels het liet afweten. Vandaag ben ik vanwege werk wat laat, dus moet ik helaas één keer de data overslaan. De uitzending bestaat vandaag heel uit deel 6 van de serie Spionageverhalen. Deel 6 dus van de serie Spionageverhalen. Na het afsluiten van de geschiedenis van George Blake zijn we verder gegaan naar de geschiedenis van Christian Lindemans, beter bekend als King Kong. Inderdaad, ook een dubbel spion met een Nederlandse achtergrond. Lindemans, die zich voordeed als de Belgische militaire inlichtingenofficier Freddy de Smet, was in werkelijkheid net als George Blake in Rotterdam geboren. Lindemans werkte voor de geallieerden en stond daar bekend om zijn heldhaftigheid, met name tijdens de guerrillaoorlog rond de verovering van de buitenwijken van Antwerpen, waar hij minstens 27 Duitse soldaten doodschoot. Lindemans kende het woord angst niet en stond bekend als een risktaker. Helaas kende hij klaarblijkelijk ook de betekenis van het woord trouw niet. Voor de oorlog werkte Lindemans samen met zijn broer Jan als monteur in de garage van hun vader in Rotterdam. In de zomer van 1936 raakte hij bij een motorongeluk gewond, waarbij hij een schedelfractuur opliep, een misvormde hand en verwondingen aan zijn linkerarm en been, waardoor hij liep met de logge primaatachtige gang, door sommigen beschreven als een lichte mankheid. En zwaar gebouwd kreeg hij daardoor de bijnaam King Kong, een naam die hij oorspronkelijk kreeg van zijn roeitrainer. Lindemans die sprak goed Frans en Duits en enig Engels. Volgens eigen zeggen begon Lindemans zijn inlichtingenwerk als informant voor de Britse Secret Service sinds het voorjaar van 1940. Hij gaf daarbij de scheepsbewegingen door aan Londen. In hetzelfde jaar vond hij werk als vrachtwagenchauffeur op de route van Lyon naar Parijs, waar hij brandstof vervoerde voor de Duitse Luftwaffe. Frankrijk was inmiddels bezet inderdaad. In de tijd dat hij in Lille woonde raakte hij ook in 1940 door zijn vriendin, met wie hij later trouwde, betrokken bij het Franse verzet. Rond 1942 runde Lindemans zijn eigen ontsnappingsroute in Abbeville. Na 2 maanden werd hij echter gearresteerd nadat hij door een kennis Colette was verraden. Hij kreeg van de Duitsers daarvoor 5 maanden gevangenisstraf, wat voor die periode heel weinig leek. Hij was van zijn organisatie ook de enige die gestraft werd. In 1943 was zijn populariteit op een hoogtepunt. Hij was een van de leiders van het Nederlandse verzet. Lindemans was in die tijd begonnen om juwelen en andere kostbaarheden in te zamelen van rijke dames om de ondergrondse ontsnappingsroute door bezet Nederland en België naar Spanje en Portugal te kunnen blijven financieren. Lindemans was daarbij de contactpersoon tussen de verschillende onderdelen van het verzet. Daaronder waren onderdelen die zich met onderduikers bezighielden, anderen met sabotage en ook het verzet had een vorm van inlichtingorganisatie. Lindemans was daarnaast lid van een erkend ondergronds Vlaams verzetsleger, genaamd Les Affranchis. Vrij vertaald betekent dat degene die bevrijd zijn. Hierdoor beschikte hij ook over een machinegeweer en een revolver. Ergens in 1944 werd zijn jongere broer Henk door de Sicherheitspolizei gearresteerd in Rotterdam en gevangen gehouden in Den Haag in afwachting van zijn executie voor het helpen van Engelsen om uit Nederland te ontsnappen. Op de 24e van dezelfde maand werd Lindemans vrouw Gilberte Letoupe, een Franse cabaretzangeres die werkte voor het Franse verzet, gearresteerd. Zij was toen 3 maanden zwanger van hun tweede kind. Hoofd van het ontsnappingsnetwerk was Fik Zwane, die op hetzelfde moment werd gearresteerd. Zwane werd gedeporteerd naar Buchenwald, waar hij op 12 oktober van het jaar kwam te overlijden. Lindemans vrouw, een lid van Zwanes organisatie, dus werd gearresteerd in het hotel Montoulon in het 9e arrondissement van Parijs. Ze opereerde bij het verzet onder de alias Anna van Vredenburg of Yvonne. De arrestatie werd uitgevoerd door 2 leden van de Gestapo, bijgestaan door 4 zwaar bewapende Duitse soldaten. Ze doorzochten haar tas en haar kamer en vonden 3 ID-kaarten, een aantal commandantenhandtekeningen, een pas en een aantal Duitse werkvergunningen, allemaal de dag ervoor gestolen. Naast deze gevonden voorwerpen waren er nog eens 3 revolvers en een doos munitie, allemaal om te worden overgedragen aan een Franse verzetsbeweging in Bordeaux. Dat was waar Lindemans ten tijde van de arrestatie van zijn vrouw ook was. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.
Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsbovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.